rijden de noordelijke route in de Alpujarras naar het westen. En net uit Medina Bombarón rijden we richting Pitres. En daar gaan we wandeling doen tussen Pitres en Caparella. Want je hebt Caparella en je hebt Caparella. Dit is net iets dichterbij, dan wel een uur rijden dan vanaf Valor. Maar ja, het is hier prachtig. Die noordelijke route is mooier dan die zuidelijke, dat is beter weg. Maar dit is natuurlijk schilderachtig. Ja, deze weg maakt op een gegeven moment een lus. Inland. Naar het noorden. En hier zie je als het goed is besneeuwde toppen van de Sierra Nevada. Want dan rij je eigenlijk, je rijdt hier een heel stuk naar het noorden. Waardoor je een stuk de Sierra Nevada ingaat. Waarom ze die lus in hebben gemaakt. Want die weg die moet uiteindelijk naar het westen. Maar die maakt een enorme lus naar het noorden. Het is jammer dat het is iets wat wolk daarboven. Dus die bergen zijn wat in nevelen gehuld. Maar wel mooi. We beginnen in het dorpje Pitres. Het ziet er wel leuk uit, hier met die dorpspomp en een mooie kerk. En zo hier rechtsaf. Leuke terrasjes. Is maar niet hier. Zo, dat was de eerste kleine stap, klimmetje van Pitres naar Caparella. Dan gaan we door dit dorpje. Vol met katten zit Jamie. Zo'n kudde met een leuke hond erbij. Ja. Nou. Met Jamie. Ja, misschien wil hij wel spelen. Nee, niet doen. Hè. Niet doen. Ja, vind ik niet leuk. Jongen. Leeg bakken of zo. Hier is nog weer water. Ja. Kijk eens. Ja, ja, eerst een stuk weer klimmen, hè. Moet kijken. Er is genoeg water te geven. Ja. Oeh. Ja, lekker hè. Lekker hè. En net niet zwemmen. Ja. Ja, er is genoeg water dat je even. Oké. Ja. Hey. Voor een zwarte specht. Moet je even stil zijn, Jamie. Een erg mooi pad. Ja, dat is weer een loop langs de irrigatiekanaal. En veel water. Ga je stok zoeken, kijk eens. Oh. Ja, hier kan je echt bijna zwemmen. Ja. Goed zo. Ik ga er weer uit. Maar... ja. Hier zijn we op het hoogste punt geweest. En van hier gaat het weer naar beneden. Terug naar de kapje.
Ja. Pitres. Pitres. Jij gaat mee? Zoek jij het paardje? Waar is het paardje dan? Zoek maar. Goed zo. Die meneer, het kerkje, nog eens even het uitzicht. Het is ja, een heel vriendelijk dorpje.